Suriname heeft toekomst veilig te stellen in de moderne wereld. Suriname moet zich voorbereiden op de tweede fase van 40 jaren na 25 februari 1980. De moderne wereld dient zich aan en volgens Ivan Graanoogs is het de vraag welke rol Suriname daarin moet vervullen en waar wij ons als natie op moeten voorbereiden. Graanoogs was op woensdag 19 februari de inleider bij de vijfde lezing van het Nationaal Informatieinstituut. Deze goed bezochte bijeenkomst in een congreshal stond in het teken van de herdenking van de Dag van Bevrijding en Vernieuwing op dinsdag 25 februari 2020 aanstaande. Volgens de inleider, onder meer gewezen minister van Leger en Politie, heeft Suriname naast de vele grondstoffen de potentie voor water, agrarische producten en toerisme ook haar toekomst veilig te stellen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.